Ja, het kan. Gisteren kwam het goede nieuws naar buiten. De rots in de branding van de Westlandia Defensie heeft een jaar bij je getekend. Hoe gaat het met je? Ja, klopt ja. Gaat goed. Qua voetbal zijn we weer lekker bezig. We trainen 3 keer in de week. Helaas geen competitie in het vooruitzicht voor dit jaar. Maar ja, we blijven lekker bezig. En, ja, voor mij is het lekker dat ik weer fit ben. Dus ik ben blij dat ik met de groep mee kan trainen. Ja, ondanks de rare tijden gaat het persoonlijk goed. Op werk hebben we gelukkig niet heel veel klagen. Dus dat loopt ook lekker door. Dus ja, in de algemene zin gaat het gewoon goed. Ja, we hebben de statistiekboeken even opengetrokken, want het was nogal, we moesten heel wat bladzijden terugslaan. Weet jij nog wanneer je eerste wedstrijd bij Westlandia was? Ja, ik heb er wel eens vaker een interview over gehad. Dat was, ik weet niet meer wanneer. Het was een oefenwedstrijd tegen DHC, volgens mij mijn debuut in het eerste. Ik weet wel, in de competitieverband was dat tegen Leonidas moest ik invallen. En welk seizoen praten we dan over? Ja, volgens mij is dat 2010 geweest, 2010, 2011, dus dat is al een tijdje terug. Ja, ik ben nog vrij jong, dus ik kan me eigenlijk niet beter herinneren dat als ik hier op de voetbal kwam op zondag, dat jij onder de lat stond. En wat is nou in al die jaren jouw mooiste wedstrijd geweest met het eerste? Mooiste wedstrijd? Ja, eigenlijk wel een hele hoop mooie momenten meegemaakt. Als ik het mooiste moment, ja, wedstrijd is lastig, want toen we kampioen werden, de wedstrijd zelf verloren we tegen DHC. Dus dat was minder, maar dat was sowieso wel een hoogtepunt. Ook eigenlijk het eerste jaar dat ik volledig in het eerste seizoen speelde, we onszelf veilig via na-competitie. En ja, ook daar hele goede wedstrijden gespeeld, dus dat is me wel altijd bijgebleven. Ja, bij DSC was een mooie wedstrijd, helaas verloren, wel kampioen geworden. En als ik tegen jou zeg 29 oktober 2017, gaat het dan een belletje bij jou rinkelen? 2017? Nee, zou ik niet zo 1, 2, 3 weten. 29 oktober. Nee. Toen verscheen op Twitter een berichtje, 87e minuut. Edgar Leerdam staat klaar voor de penalty. Gaat er dan iets bij jou? Ja, dat weet ik nog wel. Dat is OFC uit geweest, ja. Ja, dat was ook een bijzonder moment. Ik denk dat er wel meer mensen verbaasd waren. Ik uiteindelijk wat minder. We stonden volgens mij 1-0 achter. En we hadden die wedstrijd hadden we al een penalty gemist. En ik train wat dat betreft train ik best vaak op penalties tussen oefeningen door op de training. Dus in die zin weet ik dat ik het kan. En we hadden die wedstrijd hadden we een penalty gemist. Dus toen we die tweede pingel kregen, ja, was het voor mij wel vrij snel duidelijk om daar naar voren te lopen. En dat lukte aardig. Ja, we zien de beelden zien we net verschijnen. Hij zat echt stijf in de kruising. Weet jij nog de reactie van de keepers en de tegenspelers toen jij aankwam lopen? Ja, iedereen was natuurlijk wel verbaasd dat ik naar die penaltystip liep. Mijn teamgenoten wat minder. Die weten dat ik er gewoon vaak op train, dus uiteindelijk vliegt hij binnen. En hij zat redelijk strak in de kruising, dus dat was super. En het was gewoon een super moment. En uiteindelijk leverde het ook nog een punt op. Ja, zegt dat ook iets over jou, over je zelfvertrouwen wat je hebt op het veld en wat je dan ook uitstraalt tijdens de wedstrijden? Ja, maar dat is denk ik sowieso belangrijk als keeper. Ik bedoel, je moet toch leiding geven sowieso aan het elftal, maar zeker ook aan de laatste linie. En dan is het voor verdedigers gewoon prettig als ze weten dat ze terug kunnen vallen op jou. En dat moeten 90 minuten lang moeten zij dat voelen. En daar ben je eigenlijk continu mee bezig. Ja, dat is inderdaad belangrijk en dat zal hopelijk het komende seizoen ook weer gaan gebeuren. Want om daar even op vooruit te kijken, dus afgelopen seizoen is er serieus concurrentie gekomen uit de jeugd, Jack Morau. Heeft een mannetje gestaan in de wedstrijd dat jij geblesseerd was. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, Jack heeft het zeker heel goed gedaan. Dus dat is één leuk dat er een keeper overkomt vanuit de jeugd. En in dit geval door mijn blessure de kans heeft gekregen om de wedstrijden in te vullen. En dat heeft hij goed gedaan. Dus dat is leuk. En wat ik zeg, trainen doen we nu ook weer redelijk volle bak. Ook keepers trainen. En dan zien we dat we elkaar gewoon motiveren en beter maken. Dus dat is eigenlijk alleen maar positief. Je zei kort iets over je blessure. Je hebt afgelopen seizoen heb je een blessure gehad. Vertel, is dat helemaal hersteld? Ben je weer helemaal fit? Ja, gelukkig wel. Ja. Het heeft wat langer geduurd dan dat ik uiteindelijk wilde. Je wil natuurlijk altijd zo snel mogelijk fit worden. Ja, uiteindelijk met corona is in dat opzicht dan enigszins meegevallen dat het qua wedstrijden die ik gemist heb. Maar het duurde wat langer eigenlijk voor mijn gevoel echt vanaf begin januari dat ik weer helemaal de oude ben en ook pijnvrij kan trainen. Dus dat is wel lekker.
Ja, en dan nog even terugkomend op het komende seizoen. Wat zijn de verwachtingen die je bij komend seizoen hebt? Ja, allereerst hopen dat we natuurlijk weer gewoon voor toeschouwers kunnen spelen. Dus dat de competitie gewoon goed van start kan gaan. Dus dat is het allerbelangrijkste. En voor mezelf kan ik eigenlijk ook niet wachten om gewoon weer officiële wedstrijden te gaan spelen. Omdat ik nu gewoon weer fit ben. En ik kijk er naar uit. Ja, de teller staat nu op 375 wedstrijden. Gaan we die door laten lopen naar de magische grens van 702? Gaan we Marco voorbij of wordt dat wel heel ambitieus? Nee, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Dat, laten we eerst maar voor de 400 gaan en dan zien we wel weer verder.